Helene, Erik Dijkstra, Mark Smeets. Laat het dan ook maar losbarsten in de geest van Mies Bouwman. Alhoewel het een raar gevoel blijft. Mart? Ja, grote vrouw. Voorgangster van een heleboel dingen. Vrije televisie maken. Niks geleerd. Gewoon spontaan uit het hoofd. Mooi. Mm-hmm. Prachtig. Ja. Zegt het, jullie zijn een stuk jonger, ja? Ja, het is een icoon. Ja, ja, ik heb natuurlijk niet heel veel van haar gezien, maar ik zie vochtige ogen bij Mart. Jij kende haar behoorlijk, beetje, zei je al. Een ja. beetje, ja. Ze heeft me wel eens les gegeven. Ja, ik vind het jammer dat ik nooit les van haar heb gehad, ja. Maar dat, ja, mm-hmm. Icoon. Erik? Ja, een grootheid. Weet je wat, ik vond altijd een hele elegante vrouw, mm-hmm. Mies Bouwman. Voor niet, straalde altijd iets uit, iets heel iets chiques en tegelijkertijd gewoon gebleven. Ja. Mijn moeder is precies op dezelfde dag geboren als Mies Bouwman. 31 december in dat jaar. Dus mijn moeder was nu 88 geweest, had ze nog geleefd. En elke verjaardag van mijn moeder, 31 december, de grote familie, de oliebollen, zei ze, gek hè, Mies Bouwman is nu ook jarig. Daar moest ik onmiddellijk aan denken en dus ook aan mijn moeder. Maar goed, de Spelen. Geef het eens een cijfer, Mart. 7,5. 7,5? 7,5. Dat is laag. Hey. Nee hoor. Oh. Je moet, nou, het hoogste is, bestaat niet.